Hi, ik ben Nikki Romeijn. Ik ben theaterdocent bij School in de Kunst. En daarnaast ben ik ook al ruim 25 jaar stemacteur. En daarom ben ik nu extra trots dat wij een masterclass stemacteren aanbieden. Nou denken mensen bij stemacteren vaak aan stemmetjes doen. Hele hoge stemmetjes. Of hele lage stemmetjes. Of hele gekke stemmetjes die allemaal gekke dingen zeggen en zo. Nou, dat klopt. Dat is inderdaad een aspect van stemacteren. Maar stemacteren is veel meer. Tegenwoordig is stemacteren echt een professioneel vak waarvoor je een aantal vaardigheden nodig hebt. Vaardigheden als stemgebruik, articulatie, projectie, ben ik verstaanbaar? Of snel kunnen incasseren, je hoort een zin, je laat hem binnenkomen en je reageert. Of focus, energie, tempo, opletten, aanstaan, want er gebeurt iets in beeld en daar moet jij op aansluiten met je spel en met je stem. Het vraagt ook veel overzicht. Je moet snappen waar de scène vandaan komt, waar die naartoe gaat en wat jij dan moet doen als acteur. Het gaat ook over veelzijdigheid. Wat kun je allemaal met je stem? Hoe kun jij jouw stem zo laten klinken dat het past bij wat je in beeld ziet? Al deze dingen komen voorbij in de masterclass. De masterclass-docenten zijn Anneke Beukmans en Frankie Rampen. En dat zijn echte giganten uit de nasynchronisatiewereld met een bak aan ervaring. Ze hebben zelf een workshop ontwikkeld waarbij je op locatie het gevoel hebt dat je ook echt in een inspreekstudio zit. Dus ja, het wordt leuk, het wordt leerzaam en je gaat dingen ontdekken over jezelf als acteur. De enige vereiste voor deze masterclass is dat je ouder bent dan 16 en dat je al wat spelervaring hebt en ook ervaring met het lezen van toneelteksten. Nou ja, ik zou zeggen, geef je snel op, want vol is vol. En dit is echt dé unieke kans om kennis te maken met stemacteren.